gepakt volgens mij. Hello my dude. Later my dude. Woo! Welkom kijkers van voor de video. Vandaag is een kapotje alleen. We landen hier in Salty Springs. En zoals je waarschijnlijk al gelijk aan de video kan zien, is mijn camera setting totaal anders. Normaal gesproken kijk ik recht naar voren als ik jullie aan wil spreken of iets aan jullie wil vertellen. En nu moet ik naar rechts kijken. Dus dat gaat wel even wennen zijn. Dus als ik een paar keer naar voren kijk terwijl ik iets aan jullie wil vertellen, dan weet je hoe het komt. Reden dat ik dit heb aangepast is omdat de kwaliteit nu gewoon veel beter is. Ja, dat wil je natuurlijk altijd. Je wil constant je kwaliteit verbeteren. Oké, kijk eens aan. Ik kreeg gewoon geen vat op zijn edits, maar ja. Dat maakt uiteindelijk niet uit. Anders nog heb ik hem. Dat hij een burst had en ik een shotgun, dat natuurlijk veel chiller is. Maar goed, kwaliteit is nu dus gewoon veel beter. Daar komt het op neer. Echt veel, veel, veel beter van mijn facecam. En dat wilde ik eigenlijk al heel lang. En over deze oplossing, ook zie je, deed ik het voor het eerst, hè? En over deze oplossing had ik eigenlijk nog niet eerder nagedacht. Namelijk van, Roy, je hebt zo'n ziek goede vlogcamera. Hoezo zou je die niet gewoon gebruiken voor je facecam? Hé, hey, daar loopt er gewoon eentje buiten, of niet? Ja. Hij heeft shield. Nee, maar die gaan we nu niet meer kunnen hitten. Dus ja, vandaar jongens. Vandaar. Gewoon puur even de kwaliteit verhogen. Van de opnames. Zo. Oké. Hier nog mini-shields. Kijk, dat is heel lekker. Die zocht ik stiekem eigenlijk ook. Zo. En dan moeten we alleen nog even een SMG. Komt er een aan, of niet? Ja. Ja, ja, ja. Later, my dude! Later. Lekker killetje was dat. Oh. Ja, heb ik hem wel ingenomen? Ja. Ja, top. Gaan we even zijn loot pakken. Hij heeft dus een SMG. Oké. Ik weet waar dat vandaan kan. Nou, vanaf het dak. Dat weet ik wel voor 99% zeker. Komt er een aan. Hij zit daar. En er meerdere hier. Ik denk dat ik hem hier gewoon heel stiekempjes tussenuit moet dippen. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Zonder resources, it's too risky. Dit was by far de beste beslissing, jongens. 100%. We konden hier niks tegen betekenen. Hier, doe ik het weer. We konden hier niks tegen betekenen. Ik had geen resources. Of volgens mij had ik letterlijk nog één bult. Ja, dat gaat hem gewoon niet worden, weet je wel. Daar gaan we het niet mee redden. Daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Misschien dat ik nog op afstand iets kan betekenen. Maar zelfs dat denk ik eigenlijk dat heel stom zou zijn. Hier een medkit innemen op zo'n openbare plek is ook niet het beste idee van Nederland. Maar dat kunnen we op zijn minst dan nog even proberen. Zo. Oké. Let's see. Nou, ik heb hier niks meer te zoeken. Die gasten hebben sowieso shield. Eén van de twee, wie er dan ook nu als winnaar uit de strijd gaat komen. Die heeft shield. Dat weet ik 100 miljard % zeker. En ja, dan heb ik gewoon te weinig resources. En dan ook nog eens helemaal geen healing meer op zak. Behalve dan bandages. Ja, dan ga je zo'n fight gewoon niet winnen. Het midden is al geloot, zo te zien. Dus ik denk dat ik koers ga zetten richting dit stadje. Dat wil nog wel eens overgeslagen worden. Ik zie daar wel structures, by the way. Dus er is sowieso wel geloot. Oh, hier is nog iemand. Hier is nog iemand. Kijk, kijk, kijk. Hij heeft letterlijk net dit dak eruit gemapt. Ja, hij zit er nog daarboven bij die metal.
Oké, daar gaan we dus ook niet heel veel aan hebben. Om die kant op te pushen, want dan heeft hij al hide. En die hide kunnen wij niet makkelijk retaken met dit aantal resources. Laten we even wat hakken. En looten. Oeh, mini-shields. Pumpy. Yo, this is not bad at all. Dit is een hele goede vondst. Absoluut. Bandage gun, heb ik niks aan. Zit ze hierboven? Oeh, daar zit iemand daar in het water. Ik ben benieuwd of hij net zijn fight heeft gewonnen of niet. Hello? Oh, nee. Oké. Dit is interessant. Hebben? Oké. Viel die nou helemaal? Oh, ik heb geen resource meer. Hij reloads RPG. Let's go, baby! Woe! Kut. Ja, fuck man. Ah, oh, dit is zo jammer dat ik dan geturpartied word en daardoor alsnog gekilled word. Wij gaan sowieso natuurlijk door naar een tweede potje. Poging 2 en dit keer in Pleasant Park. We waren net natuurlijk in Salty Springs en nu gaan we het proberen in mijn favoriete plekje, Pleasant Park. Ook al lag het net niet aan de beginplek, want dat ging prima net in Salty Springs, maar... Het was net gewoon de third party en geen resources meer hebben. Dat was de dodelijke combi. Als je geen resources meer hebt en er komt de third party aanzetten en je kan je dus niet inbouwen. Yep, that's a problem. That's definitely a problem. Net zoals dit. Dit is ook een probleem. Dat iemand op je in gaat hakken. Geen wapen. Oh, dat wordt een nog groter probleem dan. Snel de kelder in. En dan hebben we alleen een sniper. Oh, Roy, wat heb je weer een mazzel vandaag op Fortnite. Echt hoor. Ligt hier nog een wapen? Er moet hier nog een wapen liggen, anders heb ik echt een probleem. Oké, ik heb een probleem. Alleen een sniper en nades. Het is toch bizar. Later, dude. Ik moet weg. Ik moet weg daar. Ik kan niet anders. Als ik dit ook somehow overleef... Nah, you must be kidding me. Krijg ik weer precies dezelfde sniper. Yo, spelen we een sniper shootout game, mode? Wat, hé? Wat is dit nou weer dan? Hoeveel pech kan iemand hebben in een potje Fortnite? Kijk, het zijn wel hele mooie snipers. Daar niet van. Het is prachtig. Ik bedoel... Als het mid-game zou zijn, zou ik hier gewoon heel blij mee zijn. Maar niet nu, dude. Come on, man. Ik heb ook gewoon een normaal wapen nodig. Oh. 100 hit. 110, trouwens. Ja, we moeten hier gewoon op het dak blijven campen. Ik kan ergens heen. Oké, hij gaat daar binnen het tankstation in. Oh, Roy. Oké, hoe gaan we dit oplossen, gast? Ik heb werkelijk maar geen idee. Misschien ligt hier nog een wapen. Dat vergeten veel mensen. Nee. Oei. Dan wordt dit heel taai. Hij zit daar binnen, denk ik. Ja, hij zit daar binnen.
Ah, gaan we pushen. Met een shotgun. That's doomed. That's a doomed scenario for me. Waar is die nou? Oh man. Hoe overleef ik dit überhaupt? Ik heb geen idee, gast. Zeg maar, hoe ontspring ik tot nu toe de dans? Dat niemand mij... Ja, echt charge. Ik dacht dat hij het zojuist ging doen, maar... Hij dus ook niet. Nee, hij is teruggedeinst. What the hell? Ja, misschien had hij gewoon gedacht dat ik ook nog andere wapens had. Dus dan niet, vandaar het risico niet. Maar ja, als zij zouden weten dat ik alleen 2 snipers heb, wat bandages en 4 minis, dan had letterlijk de hele map mij nu gehunt, denk ik. Dan had letterlijk gewoon iedereen die in deze game zit, had mij nu gehunt. Om die reden. Ik heb gewoon helemaal geen pauperitis. Wat ligt hier? Is dit een shotgun? Yes! Oh, shotgun. Oh, met een SMG erbij. Oké, dan ga ik voor de pump. Met een SMG. Oh, zo. En dan die daar. Oké, moet ik alleen nog een AR? Oké. Het potje is nu alweer redelijk de goede kant op aan het gaan, moet ik zeggen. Want als het alleen bleef bij 2 snipers, dan... then there was no freaking chance dat ik het zou winnen. Dat begrijpen jullie waarschijnlijk ook wel. En als je het niet begrijpt, ja, dan heb je denk ik gewoon niet heel veel verstand van Fortnite. Oh, show! Oh, damn, oké. Oké, I'm fine. Ik viel daar bijna naar beneden. Had dat dan erg geweest? Dan viel ik waarschijnlijk in het water, right? Dus dan had het niet heel erg geweest. Maar toch. Ik weet het niet zeker of ik dan falling damage had gekregen. Dus ik ben blij dat ik uiteindelijk niet viel. Oh, hey, hallo. How are you doing? Oh, zo, jij hebt Mart gek. Yo, jij hebt Mart. Snel 2 minis innemen, snel 2 minis innemen, snel 2 minis innemen. Haha, daar komt hij aan. Oh, oké, dit is zo'n quick peekert. Hoezo gaat hij niet daarvan kapot? Wauw, wat is dit, joh? Wat heeft hij voor zo'n raar soort aim? I don't know what he is doing, maar het werkt. Ik ga de slurphammer pakken. slurp. Ja, weet zo'n ding. I don't even know. Slurp truck. Kom je al pushen? Nee, ik kom nog niet pushen. Dat verbaast me enigszins. Ja, ik kan jou namelijk ook niet pushen, gast. Ik had het graag gedaan, maar... Mijn loot is er niet echt voor geschikt of zo, weet je. Tum. Ja, ik kan echt niks doen tegen dit knakkertje. Hij blijft ook maar quickweeken. Oh, hij wordt nu in zijn rug aangevallen. Dat is lullig. Dat is lullig. Maar precies wat ik nodig heb. Oh, daar gaat hij. Hello, my dude. Come on, dude. Ski, val nog even een keertje aan. Come on. Hij beert hem helemaal. Hij is sowieso echt weak. Kom dan. Oh, weer net mis waarschijnlijk. Come on, dude. Ah, come on, dude. Oh. Hij weet dat ik waarschijnlijk alleen maar snipers heb. He knows. Pof! Nee! Net niet waarschijnlijk. Oké, daar is nog eentje. Die gaat nu denk ik dat knakkertje pushen die in zijn fortje zit. Dus dit is mijn moment om te third partyen. Zou je zeggen. Third party him. Ja, I third party. Lekker. Oké. Oh, hij is keihard aangepakt volgens mij. Hello, my dude. Later, my dude. Nu komt die andere guy. Komt sowieso third party. Dat weet ik 100% zeker. Kom maar. Kom maar, baby. Die... Oh shit, de cirkel, dude. Oh no. Ik neem voor de zekerheid dan maar toch even. Hey, yo. Hoi, yo. Zit er één bij me? Oh jee. Oh jee.
Oh man. Oh man. Waar is de dudeski heen gegaan? Hello dudeski. Ik heb zelfs geen idee waar die heen is. Oh, ze zit nog achter me. Oké. Okay. Let's. Hello dudeski. Hello dudeski. Get raped, son! Oh mijn god, get raped. Get raped, get raped. Oh, daar is nog iemand met een RPG. Yo, wat een game. Wat een game, wat een game. Ik ga dit best wel lang uithouden in de storm. Dus ik ga nu gewoon nog een medkit poelen. Daar ligt nog een big shield. Oh man. Oké, okay. Eerst de medkit. Daarna de big shield. Daarna de sniper. Then I must be fine. Oké. Okay. Wow, 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 wow. Nee, 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 nee. Ik ben gebukt. Oh mijn god. Ja, hij blijft pushen. Oké. Okay. Iets naar achteren, iets naar achteren. Ja. Hij pakt nu mijn zijkant. Waarom doet hij dit? Oh, hij blijft eigenlijk om me ook echt pushen. Oh jee. Oh jee, hij gaat me sowieso weer naar beneden hakken. Oh mijn god, ik zit gewoon nog steeds in de storm. Als hij me nou naar beneden schiet, ben ik dead. Cirkel krimpt. Fuck. Hoe de hel doe ik dit allemaal, gek? Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god, ik moet naar water, ik moet naar water. I need water. I need water. I'm thirsty as hell. I'm thirsty as hell. I need water, spagoder. Nou trouwens, alleen als het met de stroming mee is. En zo te zien is dat water volledig tegen de stroming in. Oké, okay, 6 bandages. Ga ik het daarmee redden? Hoe ver is de cirkel? Nee, natuurlijk ga ik het niet redden. Oh mijn god. Is er een boot? Een boot kan mijn leven saven. Als er geen boot is, is de kans heel groot dat ik dit niet ga overleven. Oh man, wat zou dat zonde zijn van zo'n ziek, ziek intens potje. Misschien ligt daar nog een boot? Nee. Ik heb echt niks anders gedaan dit hele potje dan in de storm vechten gewoon, voor mijn gevoel. Echt niet normaal gewoon. 23 HP nog. Ah man. Daarna gaat hij namelijk 2 damage per seconde doen, dus ik moet nu bandagen. Ja, dan moet ik door weer stil voor staan, weet je wel. Ik kan het water toch nemen. Oh, dit wordt echt kantje boord. Oké, okay, zwemmen met het water. Kom aan. Dan ga je toch weer net iets sneller. Volgens mij gaat dit met de stroming mee. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Kom aan, Roy. Kom aan, Roy. Dit is echt strijden tot het maximale level, jongens. Dit potje Fortnite. Hij doet nog steeds 1 damage per seconde. Ik heb nog 2 bandages. Oh jee, nu gaat hij 2 damage per seconde doen. Ik moet nu bandage innemen. Ik moet nu bandage innemen. Nog 2 bandages heb ik. Het is echt just around the corner, de cirkel. Maar dit ga ik niet redden, denk ik. Nee, dit is echt ongelooflijk. Ik ga het niet redden. Ik ga het niet redden. Oh mijn god. Oh mijn god. Yes! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Oh mijn god! Get out of here, get out of here. Hoe werkt dit ding, hoe werkt dit ding? Ik weet niet hoe dit ding werkt. Ah, get off! Ik word gek! Ik moest boosten, ik weet niet wat... wat mijn freaking boost knop is. Oké, okay. Roy. Blijf rustig. 1 sniperkogel killt je, maar blijf rustig. Oh my days, oh my days, oh my days. Ik word helemaal freaking crazy.
mijn god. Oh mijn god, hij schiet nog steeds op me. Oh man. Oh man, hij raakte me bijna. Oh please no, niet op die manier. Niet door mij te snipen nu, come on. Weg! Weg, 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 weg. Weg, oh van rechts wordt ook nog geschoten. I'm fucking dead, bro. I'm fucking dead, bro. Ik heb nu echt een campfire nodig of zo. Of bandages. Iets in die richting. Een medkit. Bij voorkeur. Ik ga hier sowieso naar beneden. Want op de berg ga ik niks meer vinden. En je moet er nu gewoon op hopen. Oh, als ik nu falling damage krijg, hè, dan ben ik gewoon instant dead. Je moet er nu gewoon op hopen dat hier iemand is geweest die dacht... Ha, bandages. I don't need it. Ik heb al genoeg, weet je wel. Dan de bandages achterliet. Wat hoor ik voor geluid? Oh, dat is dit ding. Oké. Dan gewoon de bandage heeft achtergelaten. Omdat hij zoiets had van... Hé, dat heb ik toch niet nodig. Oké. Geinig, maar ik heb niks aan shield nu. Ik heb gewoon geen ene pauperitis aan shield. Voor een RPG. Geen idee of die op mij gemunt is. Oh, ik vind alles behalve wat ik nodig heb. Oh jee, heel dichtbij hier. Heel dichtbij hier schoten. Ja! Oh mijn god. Oh mijn god. Deur dicht. Oké. Come on, Roy. Come on. Come on. Come on. Oké, I'm fine. I'm fine. I'm fine. Ah, dude, I'm fine. Oh jee, er zit er eentje boven me. En nou maakt het me niet meer uit. Nou heb ik ook gewoon... de middelen om te winnen. Hoe kom ik aan die pauperhengel trouwens? Flikker op, joh. Er zit eentje boven me. Hello, my dude. Ski. Jij gaat RPG, hè? Ik weet gewoon dat je dat van plan bent. Oh, hij is goed. Hij weet wat hij doet. Maar hey, ik heb nog big shields. Oh, jeetje. Hij gaat omhoog, hij gaat omhoog. Oh man, wat ben ik aan het doen? Haha. Haha. I'm not there. Oh, er zijn er nu meerdere. Someone joined the game. Oh jee. Hij heeft zichzelf gehit, volgens mij. Oké. Okay. I need bandages. Waar heb ik die ook weer gedropt? Volgens mij hierachter. Hello, bandies. 3 alive! Woehoehoe! Wat een game! Keuzes, keuzes, keuzes. Bandages, ga ik daar wat aan hebben? Ga ik denk geen ene pauperitis aan hebben. Dus, ik ga het zo doen. Oh, hello, Big Shield. It's nice you're here. Hello. Oh, mijn god, jongens. Legit, wat een game. Oh, waarom heb ik die SMG? Oh, ik heb 2 SMG's. Man. Hier liggen nog ergens de bandages. Right here. Kijk, dat kan ik zelfs nog meenemen. Ik draai het hier weer even om.
And then we're fine. Okay. Okay, okay, okay. Oh. Kom dat vandaan? Oh, daar. Ze zijn daar, ze zijn daar. Ze zijn daar. Victory was dit, zeg. Oh, volgens mij is op een bepaald moment is mijn camera uitgevallen. Daarvoor mijn excuses. Maar dat komt dus doordat dit is mijn vlogcamera, zeg maar. En er zit schijnbaar een setting in dat die automatisch na 30 minuten lang opnemen, dat hij er gewoon mee stopt. Heel irritant. Maar goed, daar moet ik nog even onderzoek naar doen. Maar ja, het is wel gelukt om te winnen. Solo victory. We got him. Ladies and gentlemen, we got him. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. We hebben er echt keihard voor moeten strijden. Tot 2 HP toe. Is het nog net aan gelukt om die storm te overleven. Het was mega intens. Dus hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Wil je hem nog even belonen met een blauw duimpje omhoog. Zou ik enorm waarderen. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Dus ik zie hopelijk morgen om 4:30 allemaal weer terug. Bij een nieuwe video. En om 4:30 bij een nieuwe volgende video. Later.